De vorige keer. Wie ben jij? Wat? Versta je er iets van? Ik wil wel weten waar hij vandaan komt, hoe hij hier komt, wat hij hier komt doen. Ik heb een idee. Misschien dat de botenbouwer, nou, die reist natuurlijk veel. Hij test die boten en gaat... Misschien heeft hij iets, iets van... We hebben hier een man gevonden. Ik weet niet of je hem verstaat. Dat is lang geleden dat ik dat heb gehoord. Dat is toch van die reis van een paar maanden geleden. Wow! Wat heeft hij in zijn hand? Tijdbom! Doe dat uit je... Waar heeft hij dat... Wow! Burgemeester, word wakker! Word wakker! Gaat het? Wow, wat is hier Oh ja! Wow! Oh! Jezus! Wat is er gebeurd? Ja, die rare man, waar is die rare man? Oh hier! In het gat, hij! Hij heeft alles opgeblazen hier! Hij zei bom! Bom! En toen waren er explosies! Pak die man! Stop hem in de kerker! Nu! Leraj! Leraj, hoe gaat het? Oh, wat is er gebeurd? Oh, nee! Snel in het water, Leraj! Allemaal even opgepast! Oh, pas op! Oh! De brandweer is er ook. Zo. Dankjewel, Kareltje, dankjewel. Een neutje! Oh, Rapunzel! Neutje! Hoe gaat het met jou? Ja, snel! Die Bayam Siege of zoiets! Naar de kerker, nu! Ik ga mee. Oh. Gekke mensen. Naar de kerker jij! Volg deze mensen. Volg ze. Meekomen. Goed zo. Lekker streng zijn. Naar de kerker jij. Of is het Jezus. Gaat het wel een beetje met jou, neutje? Ja, kom wel goed. Zorg maar dat die stomme vent weg is. Ja, en als je wil mag je lekker in mijn bed rusten. Ik ga hem snel naar de kerker brengen met hun. Dus ik zie je zo misschien wel. Ja, ik kruip daar wel heen. Oké, doei. Snel naar de kerker. Die vieze man. Jongen. Wij willen hem verwelkomen in onze stad. En dan probeert hij ons op te blazen of zo. Waarom? Je bent helemaal gestoord. Wat ben je voor een soort van... heks of zo? Je bent geen vrouw. Een gestoorde man in ieder geval. Kom, we gaan hier snel in. Jezus. Erin jij. In de diepe kerker. Ja, ga maar, ja. Daar gaan we dan. In de lange gang hier zo. Het is echt zo diep hier. Ik ben hier nog maar één keer eerder geweest, want het is ook heel eng. En er werkt hier een hele... ja, wel best wel rare man die ook best wel eng is. We zullen eens kijken hoe hij er aan toe is, want hij komt bijna nooit boven. Hij is best wel wit. Hey. Even kijken. Oh, hij is er al. En wie zijn jullie dan? Oh jee. Wij hebben een hele enge man die moet snel opgesloten worden. En wat heeft hij gedaan? Wow. Hij heeft de stad proberen op te blazen. Hij heeft een deel van de stad opgeblazen. Wat is zijn naam? Hij heet Siech. Of Sieg. Let's go, you bro. Oké, dat was. En dat was. Ik heb nooit zijn stem gehoord. Nee, ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Ik ga hem proberen beter te maken, die rare man. Ik zou hem heel beter maken. Ja, je bent ziek. Je bent doodziek. Wil je hem zo ver mogelijk opsluiten? Ver weg van hier, van deze trap, zodat hij er nooit uitkomt? Ja, dat gaat zeker goed komen. Oh shit. Loop maar mee. Oh, loop maar mee met die man. Volg maar. Zie jij hem hier? Oh ja, hij zit hier ook nog. Hallo. Deze man zit hier al 20 jaar. Ik krijg jullie nog wel. Jullie gaan allemaal dood. Hou jij je mond bij jij. Je zit hier nog wel eventjes hoor. Hier. Wow! Huh? Hoe komt hij? Oké. Wat is er? Hij had vuur. Vuur? Dood. Wat is dit nou? Oké, kom snel weg hier. Snel, brengen die man weg. Kom maar mee. Wees niet zo verlegen jij. Wat ben je bestieren? Heb je nou van? Ja, precies. Klasse. Jezus. Wow, ik word hier bijna bang. Jezus. Je zit veel te lang hier beneden. Je bent zo wit geworden. Ik ben zwart, Marnik. Dit zwart hier, wat ik aan heb. Ja. Dat is oud bloed, Marnik. Wat? Oh, godverdomme. Maar waar moet die man in? Moet hij hierin of moet hij daarin? Laat ze maar hierin doen. Daarin? Oké. Kom ze maar. Drin jij! Ga er maar in, anders trap ik je daarin! Help, het is niet! Ik loop even met hem mee hoor. Ga er maar in, man.
Ja, sluit me niet op, hè? Maf Kees. Dankjewel. Jij, hè? Wat jij aan onze stad hebt aangedaan en Neutje vooral hebt aangedaan. Want die raasje maakt me niet zoveel uit. Maar Neutje, ja, je zal je verboeten. Jij zal hier lang zitten en ik ga langs de vrouw van de kerk. Die zal vast wel iets hebben voor jou, waardoor jij je een stukje beter gaat voelen. Ik weet het zeker. Versta je me? Oké, dat klinkt als een ja. Nou, ik hoop dat je hier lekker stikt en ik ga je proberen beter te maken. Let's go. Doei. Oh, die man, jongen. Die man, die Jan, die zit hier echt veel te lang beneden. Die wordt helemaal gek volgens mij. Maar houdt wel alles goed in de gaten. Overal het oogje in het zeil houden, dat doet hij wel goed allemaal. Dus snel naar boven, snel naar Suzy. Kijken of we die man, die gekke, ja, alien of ik weet nog steeds niet wat het is. Volgens mij is het gewoon ook wel een man die ook best wel gek is. Beter maken. Zo, daar zijn we dan. En jij ook bedankt, Jonas, we gaan lekker naar beneden en snel, kijk of ze iets heeft. Ik hoop het zo. Niet dat er nog een keer zoiets gebeurt. Nou, kijk, we zijn nu dus bij de kerk. Even kijken. Hallo, Suzy? Suzy? Hallo? Hi. Zo, even de deur dicht gedaan. Oh, je zit hier nou. Je bent een beetje bij aan het komen of zo. Ja, ik ben aan het bidden voor de stad, want wat er nu allemaal gebeurt. Ik hoop dat nooit meer zoiets gebeurt en ik hoop dat jij je snel beter voelt. Ja, u hetzelfde, meneer. Ah, dankjewel. Ik heb een hele belangrijke en dringende vraag aan jij. Aan jij? Wat zeg ik nou weer? Ik ben helemaal... Ja, een hersenschudding heb ik. Er is een gekke man en die heeft onze stad proberen op te blazen. Heb je dat gehoord, die explosies? Ja. Oh, je knikt nee, maar je zegt ja. Oké. Okay. Ja, dat doen we allemaal zo. Maar heb jij iets om die man een beetje helder erna te laten denken? En dat hij misschien weer een beetje normaal kan praten? Misschien. Ik denk wel. Loop maar even mee als je wil. Oké. Oh, sinds wanneer heb jij dit hier? Lang verhaal. Wow, oké, je hebt hier flink gekroeid. Ik heb dus eigenlijk één flesje maar nodig eigenlijk. Eén flesje zal toch wel genoeg zijn om die man beter te laten nadenken of zo? Ik hoop het. En als je anders nog meer nodig hebt... Ja, daar kom ik wel langs. Oké, hij is roze. Oké, dat is wel een goede kleur volgens mij. Ik hoop dat hij daar goed van wordt. Ik hoop wel dat je niet iets raars geeft of zo, hè? Nee, zo ben ik niet. Zo, wow, dat klinkt wel heel sok. Oké, ik ga het snel naar hem toe brengen en... Was niet sarcastisch. Nee. Nou, dankjewel, ik ga snel erheen. Beterschap, meneer Raasje, en bedankt, Suzy. Ja. Doei. Oké. Wat ben jij aan het doen? Ik ben de weg aan het fixen. Oh, volgens mij was deze niet kapot, hoor. Maar ik kan wel ook wel een beetje in de war zijn van dit. Er was hier net een groen monstertje. Oh, een groen monstertje. Wow, volgens mij wordt iedereen hier gek of zo. Wat zat er in die bom voor lucht? Jezus. Deze beest hier. Zie je dit hier? Dit is toch ongelooflijk hoeveel beesten we hebben? Thank you, please. Jij mag ze wel allemaal afslachten, hoor. Of niet allemaal, maar heel veel. Nou, snel weer die kerk erin. Oh. Hup, naar beneden. Weer die enge kerk erin. Weer naar Jan. Oh. Wat kijk ik er altijd tegenop om hier naar beneden te gaan in de kerken. Naar die enge man. Hallo? Jan? Hallo? Hi. Wow. Waar is hij? Oh, daar. Kom maar hierheen. Wees niet. Wow. Ik kom eraan. Wat is er aan de hand? Waarom lach je zo? Oh, niks hoor. Wow. Oké. Mag ik weer bij deze man? Ja hoor. Oké. Gaat u maar. Sorry, dankjewel. Hey. Ik heb hier iets voor jou wat jou goed zal doen, denk ik. Ja, ik heb al voor alles, Debbie. Ja, inderdaad. Dit zo. Probeer het maar eens. En ik hoop dat je er beter van wordt. Ik geloof van wel. Ik tel tot 1. En dan mag je gaan drinken. En dan ga ik wel eventjes hier staan. En de deur mag open blijven nog. En dan mag je hem gaan drinken. Ik denk dat je wel beter wordt, hoor. Zij is de beste van de stad. En ook de enige. Maar dat maakt niet uit. Dus, 3. 2, 1. Wat denk jij dat er de volgende keer gaat gebeuren? Laat het weten in de reacties en laat een like achter voor meer.